Ja, welkom terug. We zijn bij dag 2 van de Franse Zeilweek in Hyères. Gisteren veel wolken, veel wind. Vandaag minder wind, maar niet minder moeilijk. We hebben de eerste race van de Ingling net gezien. Die hebben we nog niet op band staan, want de camera moest gerepareerd worden. Gisteren is alles nat geworden, zat zout water erin. Dat hebben we eruit gekregen. Dus we zijn weer up and running, zoals dat heet. En we gaan kijken naar de tweede race in de Ingling-klasse. Eerste race was Mandy Mulder 2 met haar team. Kijken wat ze in race 2 doen. We liggen bij de start en de meeste boten liggen aan de linkerkant van de startlijn. Daar is Mandy Mulder met haar team in de knoop gekomen. Dus dat is niet zo'n hele gunstige start van de Nederland 1. We gaan nu naar de bovenboei, kijken of het Nederlandse team zich kan herstellen. Dan zien we het team uit Finland gaat aan de leiding. Finland, 2 Engelsen, 3 de Russen en we zijn op zoek naar de eerste Nederlandse boot. Hier hebben we een Nederlandse boot. Van reserve invallen stuurvrouw Marjon Kooistra. We gaan daar rond de boei, daar vlak op de hielen gevolgd door Mandy Mulder. Die zo'n desastreuze start had. En nu toch alweer zo'n 5 bootjes achter zich heeft weten te laten. En daar komt René Groeneveld rond de boei met haar team. De laatste Nederlandse boot ligt 1 na laatste. We zijn bij de benedenboei. De grote vraag is, kan het team van Mandy Mulder met een desastreuze start zich terugvechten? Zoals het er nu uitziet, gaat het redelijk goed. We hebben nu 6 boten rond de onderboei. Ze zitten vlak achter die Nooren. Ze zullen hier zo rondkomen. En dan zijn ze teruggevochten naar een 7e, 8e plek ondertussen. Mandy Mulder, Annemieke Bes en Marije Kampen. De laatste bovenboei van race 4. Ik zie de eerste Nederlandse boot op een 8e plaats voorbij komen. En ik denk dat het Nederlandse team er alles aan zou willen doen om in elk geval nog de Nooren voorbij te gaan. En hier het Chinese team. Het is toch verrassend. Deze mensen zijn 2-3 jaar geleden begonnen met zeilen in Ingling. Sowieso begonnen met zeilen. Daarvoor werd nooit gezeild in China. En ondertussen varen ze hier gewoon mee met de wereldtop. Daar kwam René Groeneveld om de boei, gevolgd door het team met Marjon Kooistra. Oké, we liggen op de finish van de Ingling race en daar komt de eerste Nederlandse boot, Mandy Mulder, over de streep. Ik denk een 7e, 8e plaats. Ik denk dat het een teleurstelling zal zijn aan boord van, ook in het hele Nederlandse Inglingkamp, dat de prestaties niet naar wens zijn. Daar komt René Groeneveld over de streep met haar team en daarachter Marjon Kooistra met de Nederland 111, de Nederland 11 en de Nederland 1. Maurice Paardenkoper, we hebben 2 dagen gehad van de Semain Olympique in Hyères. Hoe gaat het met de Ingling ploeg? Wisselvallig. Gisteren vrij veel wind gehad, grote golven. Waarin één team het redelijk deed van René eigenlijk, die zeilde netjes, maar niet super. Het team van Mandy was eigenlijk een beetje van het padje. Die was alle kanten op aan het vliegen en probeerde door geweld alles te herstellen. Nou, dat gebeurt niet natuurlijk. En zeker niet in zo'n Olympisch jaar waar iedereen op en top is. Vandaag heel goed hersteld. Vooral de eerste race, tweede. De tweede race proberen met een beetje veel risico bij de start toch de beste plek te veroveren. Dat mislukte compleet. Maar toch heel goed kunnen herstellen in de race. En ze zijn weer 7 of 8 geworden. Dus dat was heel erg goed. We hebben 4 races gehad, we praten met Marije Kampen. Vandaag was een soort herstel van gisteren, klopt dat? Ja, gisteren moesten we behoorlijk inkomen. We hebben niet zo goed gevaren. Ook een beetje domme dingen gedaan vooral. En vandaag, wat zijn dat domme dingen? Nou ja, gewoon beslissingen die we anders nooit zouden doen. Nee. En vandaag waren we gewoon weer back on track. Want je had een 2e plaats. En dus dat geeft de burger moed en jullie ook. Ja. Toch? Hoe ging dat, die eerste race, even heel kort? Ja, we hadden echt de meest mooie start ever op de pinhand. En wat is dat, een pinhand? Pinhand, de andere kant van de startboot, helemaal aan het einde. Ja. Dus daar hebben jullie de joker ingezet, zoals je dat noemt. Wie is de joker? Ja, Mandy is onze pinhand joker. En die kan ontzettend goed op pinhand starten. Dus daar hadden we de joker ingezet op de eerste start. En we konden doorvaren, we konden voor het hele veld langs. Nou, dan is het zeilen heel leuk. Als je voor iedereen langs kan. En zo konden we de wedstrijd uitvaren. Op de tweede start wouden we nogmaals de joker inzetten. Dat mag niet 2 keer op een dag blijkbaar. Toen ging het ook mis. En dan start je als laatste? Ja, we starten als allerlaatste. We hebben ze echt een onwijs voorsprong moeten geven. En dan word je nog? Volgens mij 7, maar ik weet het niet heel zeker. En de vies van morgen is weer de joker inzetten? Nou, vies van morgen 2 eentjes. Met of zonder joker? Met joker. Okay, succes. Dankjewel.